Wat je ziet is een Felix-scooter. En die staat danig in de weg op de stoep. Daar kan geen misverstand over bestaan, denk ik. Een groep Amsterdammers is een actie gestart om fout geparkeerde deelscooters onder de aandacht te brengen. Op Twitter plaatsen ze foto's van scooters die de stoep blokkeren. Ze gebruiken daarbij de hashtag Felix Challenge. Nou, hier weer een geval van misplaatst parkeren. Ik vind er zeker wat van dat zij de publieke ruimte zomaar innemen. En dat vraagt natuurlijk ook een bijzondere verantwoordelijkheid. Ja, je ziet op plekken staan waar gewoon te weinig ruimte is, waar voetgangers er niet doorheen kunnen. Pas stond hier verderop op de Wiebootstraat er eentje op een geleidestrook, die speciaal is aangelegd voor blinden en slechtzienden. Ja, dat kan echt niet. D66-raadslid Jan-Bert Vroege vindt dat de verhuurbedrijven moeten zorgen voor meer voorlichting en handhaving. Hij heeft het stadsbestuur daarom vragen gesteld. Ik wil van de wethouder weten welke afspraken zij gemaakt heeft met deze bedrijven. Want deze bedrijven hebben vergunning gekregen van de gemeente om deelscooters in Amsterdam neer te zetten. Dan kunnen ze ook houden aan deze afspraken. Scooterverhuurder Check laat aan AT5 weten dat er op de app van het bedrijf een melding kan worden gedaan van fout parkeren. Felix heeft die mogelijkheid niet, maar zegt dat melden wel via de telefoon, e-mail en sociale media kan. Nu gebruiken jullie natuurlijk de openbare ruimte voor de scooters. Dan moet er wel netjes geparkeerd worden. Daar ben ik helemaal mee eens. Daarom informeren we onze gebruikers ook actief over juist parkeergedrag. Dat doen we regelmatig door een campagne daarover te versturen naar onze klanten. Op het moment dat je een account aanmaakt, dan krijg je daar ook uitgebreide informatie over waar je ook akkoord mee moet gaan. En op het moment dat je dat niet doet, herhaaldelijk, krijg je eerst een waarschuwing, maar uiteindelijk ook een boete en die kan oplopen tot €500. De antwoorden van het stadsbestuur op de vragen van D66 worden over een paar weken verwacht. De gemeente laat alvast aan AT5 weten dat de aanbieders verantwoordelijk zijn voor het parkeergedrag. En dat er van hen wordt verwacht dat klachten binnen een paar uur afgehandeld worden. De deelscooters zijn nu nog een proef. Over 2 jaar wordt deze proef geëvalueerd en dan wordt er ook naar de klachten gekeken.